gaan we even verder. Oh, ik zal eventjes voor degene die nu inhaken. Scan 57, ik zal het even opschrijven. Daar zijn we gebleven. Maar eventjes terug naar het begin. Voor degene die net inhaken. Ja, ben er nog? Dit gaat om het requisitoren. En dat is een stuk tekst dat wordt uitgesproken door een officier van justitie tegen de verdachte. En het gaat om de verdachte van de moordzaak van Marianne Vaatstra. En die is in 1999 vermoord en de rechtszaak is... Zal ik inzoomen? Hoeveel jaar later is dit? En nu terug naar waar ik geweest was. 57. Oh, sorry. Hier waren we. Sorry. De verdachte heeft steeds zijn mes in de hand en zegt Marianne dat ze op haar knieën moet gaan en zijn... Dus de penis van verdachte. Dat ik de penis van verdachte uit de broek moet halen om de penis van verdachte te dingen. Verdachte houdt met de andere hand haar hoofd vast aan haar haar. Met de andere hand. Ja? Want... Dat mes was in de ene hand. Dus ja, je kan niet allebei doen. Hè? Dus het moet wel de andere hand geweest zijn. Logica heet dat. Ik hou even de tijd in de gaten. Verdachte verklaart dat slachtoffer vrijwel geen verzet bood. Hij voorkomt in ieder geval dat ze zich gaat verzetten door met een hand haar hoofd vast te houden en met de andere te dreigen met een mes. Verzet is dan vrijwel onmogelijk. Ja. De verdachte heeft steeds een mes in de hand. En hij houdt de andere hand, met de andere hand, haar hoofd vast aan haar haar. De verdachte verklaart dat slachtoffer vrijwel geen verzet bood. Hij voorkomt in ieder geval dat ze zich gaat verzetten door met een hand haar hoofd vast te houden en met de andere te dreigen met een mes. Dit is een blatante herhaling van wat je eerder hebt gezegd. Slachtoffer geeft hem orale seks en als hij opgewonden is, zegt hij dat slachtoffer moet stoppen. Hij wil nog lalalala. De verdachte zegt dat slachtoffer op haar rug op de jas moet gaan liggen en hoort haar zeggen dat ze ongesteld is. Hij ziet dat ze zelf de tampon verwijdert. Nou, Henk Maus, die is hier aan het woord, hè? Of wie dat ook maar is, hè? Maar
die heeft opgemaakt dat hij ziet dat ze zelf de tampon verwijdert. Henk Maus maakt dat op. Maar dat kan hij niet opmaken uit de woorden van verdachte. Want verdachte is een leugenaar. En dan gaat Henk Maus nog pagina's door met woorden als tampon en slip en BH en sneetjes. En ik weet echt niet of ik dit allemaal nog aan jullie moet oplezen. Misschien is het wel zo dat jullie nu al begrepen hebben waarom ik deze video maak. En dat is niet om miljonair te worden. Ach, begrijp waar ik bedoel. Deze gooit ze in de richting van de boomwal. Die boomwal, dat was een boomwal en die boog naar links, toch? En hoe weet Henk Maus dat ze die in de richting van de boomwal gooide? Had u daar een YouTube-filmpje van? Het was de verdachte, de leugenachtige verdachte, die dat zei. Ja, ik had er meegenomen 110 meter het weiland in. En toen gooiden ze dus de tampon in de richting van de boomwal. En toen dacht ik, rampetamp. Ja. Ja, ik zag zelf dat ze de tampon verwijderde hoor. Ja, ik dan dat meisje, ik zag er gewoon, ik dacht gelijk van, jij bent van mij. Ben ik achterna gefietst. En bij de rotonde was ik dus op 100 meter afstand, had ik er bijna te pakken. Maar dan moest ik even naar de rotonde, dat tunneltje, ik durf dat tunneltje wel door. Kom op, ik ben een kerel. Ja, dat heb ik er gewoon gepakt. En ja, toen ging ze zelf het tampon verwijderen. En toen dacht ik zelf, ja... Kijk, als jij, meisje, je tampon eruit trekt. Nou, dan kan, dan weet ik nu wel een dingetje wat erin kan. Hè? Als je je tampon eruit haalt, dan heb ik wel een idee van... Nou, zal ik iets anders erin stoppen? Hè? Ze deed het zelf, hoor. En ze gooiden hem in de richting van de boomwal. Het probleem met het tampon is dat de moeder van slachtoffer, die heeft dus gewoon gezegd van ja, het is allemaal leuk, maar mijn dochter was ongesteld. En waar is haar tampon? Dus Henk Maus, die moest van die tampon af. Het is een naar verhaal natuurlijk dat... Marianne Vaastra niet door die oude boer met twee kinderen uit Oud-Woude met een koe die moest kalven. Hè? Dat is toch een prettiger verhaal. Maar stel nou eens dat het niet zo is. Wat heeft Henk Maus dan te doen? Nou, Henk Maus moet van de tampon af. Het is echt niet moeilijk wat ik hier doe. En hoe komt Henk Maus van de tampon af? Nou, hij was gegooid in de richting van de boomwal.
waar die naar links boog of iets daarvoor. Of nou, misschien, nou ja, ze lachte ze al op haar rug, op haar jas. En de, nou, ze, nou, ik haal die tampon eruit hoor, kom op. Ja. Ja, maar Henk Maus moet er vanaf. Dus moet hij hier zeggen, overigens. Alsof wij gek zijn. Alsof de moeder van slachtoffer, ja, nou ja, die beweerde wel dat zo gesteld was, maar nou, die tampon is overigens nooit gevonden hoor, door de technische recherche. Terwijl alles zeer grondig onderzocht is. Ja. Het zou ook nog kunnen dat de tampon door een dier, een roek bijvoorbeeld, is meegenomen. Want tussen de moord en de ontdekking zaten meer dan 9 uur. Een roek is een vogel. Maar het is ook een dier. Maar niet een vos. Door een vogel is meegenomen. Een roek bijvoorbeeld. Ja, of wat anders. Maar waarom zou een dier een tampon meenemen? Nou, volgens Henk Maus is dat zo. Dat omdat de moord, dat dus tussen de moord en de ontdekking meer dan 9 uur was. Moet je ervan uitgaan dat een roek bijvoorbeeld de tampon heeft meegenomen. Ah ja. Dat is voor Henk Maus niet genoeg. Dus heeft hij meer pijlen op zijn boog. Want Marianne, het slachtoffer, was in de laatste dagen van haar ongesteldheid. En het zou goed kunnen dat ze geen tampon meer droeg. Dat is een andere manier, hè? Dus je kan een roek hebben die het meeneemt. Maar het kan ook zijn dat ze gewoon geen tampon meer droeg. Wat ik ook kan, ze droeg wel een tampon, maar eerder die avond heeft ze die verwijderd. 3 dingen tellen jullie met me mee. Ik acht het goed mogelijk dat Marianne, slachtoffer, enkel heeft gedaan alsof ze een tampon weggooide. Dit om de gedachte op andere gedachten te krijgen. Hoi, 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 hoi. Dus Henk Maus, onze officier van justitie, die recht mag spreken, oh, dat wordt veel erger. Ik kan hier bijna niet mee doorgaan eigenlijk, hè? En ik moet er wel, want we zijn pas op pagina 30. Dat is over de helft. In die zin is het positief. Dus Henk Maus acht het goed mogelijk dat slachtoffer die deed alsof ze een tampon weggooide. Om de verdachte, de dader bedoel je, op andere gedachten te krijgen. Dus moet je even filmen. En je bent een meisje van 16, je gaat een dagje feest vieren. Je wordt door je broer naar Gollum gebracht. En dan la la la, en allemaal keiharde muziek natuurlijk. Allemaal bier, 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 bier.
Nou, dan denk ik op een gegeven moment, nou, ik word een beetje moe, ik wil naar huis. Ik moet naar Zwaagwesteinde. Dat is 10 kilometer verderop. Waar is de regiotaxi? Oh, die is er niet. En in plaats daarvan gaan we een fiets stelen voor jou. Een zwarte herenfiets zonder licht. En we laten je alleen fietsen. En je mag ook in je eentje door het tunneltje door. Nou, dat heb je allemaal meegemaakt. En er kwam dus een boer naast je fietsen. Die kwam uit Oud-Wouden. En toen zei hij nog, wie ben jij? En toen zei hij, doe je jas uit. Ja, dat was een tijdje later natuurlijk, want eerst 110 meter het weiland ingelopen. Hè? Nou, en dan lig je dus op je rug, op je eigen jas, in een weiland, op, nou ja, het is 1 mei inmiddels, hè? Koninginnennacht. Nou, april, mei is niet echt heel warm, dus dat gras is nat. En dan lig je dus op je rug en je hebt een legging aan. En dan ga je doen alsof je een tampon weggooit. Hoe doe jij als meisje van 16 net alsof je een tampon weggooit? Ik weet dat Marianne een legging aan had. En niet een kort rokje of zo. Ze kon niet haar tamponnetje eventjes eruit friemelen. Nou, ze deed dat om de verdachte op andere gedachten te krijgen. Geloof je dat zelf nou echt? Je bent een meisje van 16. Je hebt net je jas uitgedaan. Je bent op je jas gaan liggen, op je rug. En dan doe je alsof je je tampon weggooit richting de boomwal. Om die man met dat herdersmes op andere gedachten te krijgen. Ben ik de enige die snapt dat dit niet kan? Helaas heeft dit geen remmende werking gehad op de verdachte, want die nam deze mededeling voor kennisgeving aan. Zoals hij verklaart, en de bronvermelding is pagina 448. Van het heilige document. Het document wat we niet hoeven te benoemen. Dat is gewoon, je weet wel wat we het over hebben. Pagina zoveel. Dit is geen rechtspraak. En ik wil ook tegen alle meisjes van 16 vertellen. Als jij op een of andere reden, je kan altijd pech hebben, maar je moet in je eentje naar huis fietsen. En dan komt een kerel naast je fietsen. Ja, dan zet je het gewoon op een fietsen. En als hij moeilijk gaat doen, dan map je hem voor zijn bek. Heb je dat goed begrepen? En je gaat niet, als ze zeiden, schijnbaar vrijwillig meelopen 110 meter een weiland in. Dat doe je niet. Maar dat hoef ik meisjes van 16 niet te vertellen. Want meisjes van 16 snappen wel dat ze niet 110 meter een weiland in moeten lopen waar de boomwal naar links buigt. Om daar op een jas te gaan liggen en een tampon uit te doen en richting de boomwal te gooien, zodat ze niet verkracht zullen gaan worden. Of praat ik Frans of zo?
Dit was pagina 30. En ik ben moe. Dus ik doe mijn pauze.